Je hebt twee gezonde ouders van 82 en 80 jaar. En die misère begon eind november, begin december. Ons vader begint, ons moeder volledig ontregeld. En op 7 weken waren ze dood. Hè. En op 5 dagen dan echt alle twee op de intensieve. En... Je moeder overlijdt op 9 januari. Ja, ja. En op vader... haar begrafenis, ja. Op 15 januari, ja. Kondig jij aan, ja, dat je vader de avond voordien is overleden. S'nachts, enkele uren daarvoor. Want ik was bij mijn vader als hij overleden is. En ik dacht dat ik de begrafenis van mijn moeder niet ging meemaken. Wow. Als je enig kind bent, heel de nacht niet geslapen. Wat een zotte kot, ja. Maar goed, dan komt je karakter boven. Dat je zegt, hier moeten we door. Je kunt blijven blijten, maar je moet erdoor. Soms ben ik echt oprecht verbaasd dat jij nog overeind staat. Met de rode lijn waar ik het net over had. No. Ook in uw 4 huwelijken / relaties. Het is precies dat ik het ervoor deed. Hè. Want jij bent de eerste keer getrouwd op je 23ste? Mm-hmm. Dat was mijn jeugdleven. Daarna ben je getrouwd met Eva Pauwels. Ja. Ik vrees dat de mensen dat verhaal kennen vanuit de boek. Ja. Je volgende vrouw, Martine, overleden in een auto-ongeval. Mm-hmm. En Muriel, je laatste vrouw, is... Kanker, hè? Borstkanker met uitzaaiing naar de hersenen. Dat kan toch niemand aan? Dat is toch van een onwezenlijkheid waar je nooit meer van recht staat? Rob, ik heb 3 grote ziektes meegemaakt, hè. Eva, borderline en toestanden, dan Parkinson. Iemand krijgt met Parkinson, dan Martien. Kanker. Ze kunnen mij als expert vragen voor leef samen met een partner die dat of dat of dat heeft. Hè. Ja. Ik heb die gave om geen zelfmedelijden te hebben en om dat aan te kunnen. Ja. Muriel overlijdt in de lente van 2014. Ze is dan 46. Op het moment van haar overlijden is ook Jacques doodziek. We zaten met 2 mensen met kanker thuis. Hè. Als je die beelden ziet, dat is de show. Dat is opgenomen. Als je weet dat ik daar juist weet dat ik een kwaadaardige kanker heb, dan moeten we wel... Dan moeten we wel even een knopje zetten. Hè. Ik heb al 20 jaar een vaste relatie. Met een Italiaan. Arrivederci. En dan moeten 5 dagen optreden. En dan zegt die laatste zaterdagavond, mannen, ik heb kanker en ik moet binnen. Dat heb je de laatste optreden gezegd? Ja, ja. Ik word maandag geopereerd. Ik kan een maand of 2 maanden uit running blijven. Dan gaan we weer verder. Hè. We overleven dan. Ja, ja. Moeten we wagen dan... Nee. Mijn vader was overleden, tot begrafenis. En ik heb s'avonds 3 opnames gedaan voor televisie. Niemand wist dat mijn vader overleden was. Blijven gaan. Hm? Door mijn activiteit hebben we dat allemaal kunnen verdragen. Echt waar. Dat is mijn redding in heel mijn leven. Dat zijn mijn optredens. Dat is een Maxime. Het schijnt dat hij goed op mij trekt. En Maxime is nu extroverter aan het worden. Hij bloeit open. En Julie heeft de fysiek van haar mama natuurlijk. Eva was een heel knap meisje. Hè. Maakt je dat niet bang soms? Nee, Julie was een ander karakter dan haar mama. Eva in het begin dat was een heel sociale. De geburen hadden die graag. Die organiseerde dingen. Er is iets geknakt. Hè, ja. Dat was een andere vrouw geworden. Hè. En het is helaas ook allemaal zeer uitvoerig in de pers verschenen. Ja, de story tegen een dag allemaal competitie. Kun je dat weghouden? Nee. Dat hebben ze allemaal moeten meemaken. Hè. Maar ze zien hun mama weer. Ik ben blij altijd. Hè. Ze gaan weer hun mama gaan bezoeken. Nog niet zo lang, hè? Nee, maar het is er weer goed mee. Ik ben daar blij voor. Hè. Ze hebben weer een mama. Hè. Maar jullie zeiden langs in een interview... Ik hoop dat papa en mama ooit opnieuw rond een tafel kunnen zitten. Kun jij dat nog aan, na alles wat er is gebeurd? Voorlopig niet, nee. Nee, ik heb daar nu geen behoefte aan. Ik heb te veel meegemaakt. Ik ben er ook niet kwaad op, hè, maar het is even zwikken. Stop. Nee.
Zeg, waar hebben jullie elkaar eigenlijk leren kennen? Op de set? Ja, ik was gewoon wel al fan van Marijn. Ja. Maar we hebben ons toch geamuseerd, hè, man. Toch? Waar zijn? Zelfs jij, die altijd maar moest werken. En... Ja, ik heb het hard gewerkt toen. Dat was puur geld verdienen, sorry. Ja, ik ben er heel cru. Maar ik pakte een alles aan. En dat was heel de dag, ik moet op tijd weg, want ik moet naar daar en naar daar. Oh nee, die gasten zijn het toch niet opnieuw doen? Ja, ja. Er doddelt iemand. Oh ja. Nee, hup, nee, maar, moet het opnieuw. Ik ben nooit onmenselijk geweest, hè. Maar dat was zo intern. Toen dat je en je schoenen nog deed, en je deed de kampioenen, en je deed drie wijzen, en je deed twee optredens, dat je toen wel even zei zo van, het is veel. Dat was crazy. Krankzinnig leven was dat. Nu, populariteit geeft dan een zeker commerciële meerwaarde. Tuurlijk. Ja. Je moet dat niet laten gaan. Hè. Ben je fier op wat je hebt neergezet? Ik ben wel trots, ondanks... dat ik laat gestart ben, dat ik dat nog heb kunnen bereiken, ja. Ik bedoel, als ik dood ben, gaat er opnieuw iets zijn. Ja. Ja. Kun je zelf lachen om je humor, als je grap schrijft of bedenkt? Ik kan dikwijls lachen met mijn eigen. Zo die pornacteur. jong, kijk, leuk. Ik heb een keer een porno-set moeten doen met Mathilde. En die had een clitoris, Luc. En Luc Verschuren speelt dat geweldig goed. Zo'n beetje gegeneerd. Ja, kom, ja, zo de Luc, ja. Gelijk een cornichon. En heel die zaal zo. En dan, amai, zo groot. En dan heb ik de pauze, hè. Zo zeug. En heel die zaal, die gaan naar voren. En dat zijn de zalige momenten. Ja, dat zijn een halve zot, hè. Moeten ze dat dan zeggen in dat nieuwsbericht? Nee. Jacques was een halve zot. Hij speelde de halve zot. Ja. Jacques Vermeire, hij speelde een halve zot. Ik vind dat de perfecte samenvatting. Ja. 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 Dat is mooi gezegd.